In de Nationale Assemblee is vanmiddag de behandeling van de ontwerpwet nadere wijziging vuurwapenwet voortgezet. Bij het agendapunt ingekomen stukken hebben de leden Celsius Waterberg en Diana Pocky aandacht gevraagd voor de gezondheidszorg in het binnenland. Vanwege een conflict tussen het ministerie van Volksgezondheid en het bestuur van de medische zending is niet het totaal begroot bedrag ter garandering van de gezondheidszorg in het binnenland overgemaakt op de rekening van de medische zending. Volgens Waterberg is gezondheidszorg in het binnenland ook staatszorg. Jarenlang is deze zorg in het binnenland geleverd door zendingsgenootschappen. Het is daarom nu de tijd dat de overheid de gezondheidszorg in het binnenland in eigen handen neemt, zegt Waterberg. Ik roep de regering op om eigenlijk als de zendingsgenootschappen het werk niet meer aankunnen en de overheid ook geen zicht hebben over de middelen welke gestopt worden in de zendingwerk, dat de overheid dit naar zich toetrekt. En ik denk dat dit echt een oplossing zal zijn voor de binnenlandbewoners. We willen vanuit de ABOP-fractie willen we duidelijkheid van de minister. We weten nou niet wat we moeten geloven, maar we hebben gemerkt dat het ministerie van Volksgezondheid niet op één lijn staat met het bestuur van medische zending. We willen weten van de minister, want van die 27 miljoen is er nauwelijks nog geen 8% overgemaakt op rekening van medische zending. We willen concreet weten van de minister wanneer de overmaking zal plaatsvinden. Voorzitter, afgelopen weekend hebben we een uitnodiging op uitnodiging van het traditioneel gezag van Brokopondo. Het gezag heeft alle drie parlementariërs van Brokopondo uitgenodigd, waar ik aanwezig was als een volksvertegenwoordiger, met name van het district Brokopondo. Hebben ze dan de boodschap doorgestuurd om nogmaals, voorzitter, het is jammer dat we ons moeten vaststellen dat we roepende zijn in de woestijn, voorzitter. De situatie, het gezag heeft de situatie van de medische zending, ze hebben de situatie beu en ze willen duidelijkheid van de regering. Diana Pocky, traditioneel gezag van Brokopondo, heeft volgens haar ook aangegeven dat ze zelf stappen zal ondernemen indien ze deze week geen reactie ontvangt van het parlement. VAP-parlementariër Aziz Kumar Gayandin wilde bij het agendapunt ingekomen stukken ook duidelijkheid van de regering voor wat betreft de energietarieven. Hij wilde weten hoe de verrekening over de afgelopen maand heeft plaatsgevonden. Het blijkt volgens Gayandin dat de EBS niet conform de uitspraken van de president met betrekking tot verrekening van de tarieven heeft gehandeld. Terwijl de president aangeeft dat het verrekend wordt, zegt EBS dat dat niet zal plaatsvinden, dus gaarne duidelijkheid. Maar ook, voorzitter, we zien dat in de prijzen doorberekend zijn de hydro-energieprijzen, van de prijzen die wij afnemen vanuit Suralco, voorzitter. Daar is olieprijs erin verrekend. Voorzitter, er is onduidelijk omdat de voorzitter van de commissie, onderhandelingscommissie, die eigenlijk niet meer zou bestaan. Het parlement heeft een besluit daarover genomen. Ik heb begrepen dat de voorzitter van de commissie aangaf dat we die prijzen moeten betalen. Maar anderzijds zien we dat de minister van NH nog in juni Suralco aanschreef dat de prijzen niet betaald kan worden. De overeenkomst die in 1999 wij als staat zijn aangegaan, dat die prijzen niet betaald zou kunnen worden omdat Suralco niet meer produceert, omdat in de jaarrekening, in de overzichten duidelijk van het Bauxiet Instituut staat dat er nihil geproduceerd is. Voorzitter, ik wens duidelijkheid wat we als regering gaan doen. Aldus VAP-parlementariër Aziz Kumar Gayandin. Hij sprak vanmiddag in het parlement tijdens het agendapunt ingekomen stukken. Onder de hamer was de behandeling van de ontwerpwet tot wijziging van de vuurwapenwet.